Alright, alright, ik ben heel erg benieuwd. De ladder worker even max level maken. Hoppakee, daar gaan we dan. En ik ben gelijk allemaal ladder kwijt. En ik hoop dat hij ook iets van 2-3 levels omhoog is. Maar dat is hij helaas niet. Oké, hij krijgt letterlijk dit erbij. Dude, you kidding me? Hoeveel XP geeft dit en hoeveel XP geeft dit? Die geeft bijna beide hetzelfde. Dus we moeten even heel veel van deze dingen kopen. Ik haat het om te doen, maar hoppakee, nice. Kijk wat ik heb. Hier heb ik toch helemaal niks aan, joh. Weg ermee. Ik doe het puur om hem even te levelen. En ben je alweer level up? Ja hoor, hij is level up. En wat krijgt hij? Rabbit high. Nou, dat is helemaal moeilijk te fixen. Ah, oh, come on. En dit geeft ook bijna geen XP. Dit geeft nog meer XP. Oké, nou, we gaan al onze emeralds opmaken. Puur omdat ik wil weten wat ik krijg. Waarschijnlijk krijg ik helemaal niks. Ik gooi echt letterlijk stacks emeralds weg aan deze knul. Oké, nou, we kunnen de trade weer doen. Super chill. Gaan we dan één. Weet je wat, ik doe het gewoon een paar keer. Want ik ben heel benieuwd naar zijn volgende trade. Hopelijk is dat wel wat. Nice. Deze troep pleuren we hier mooi weer neer. En wat krijg je? Oh, hij is level up. Nou, wat krijg je nu? Oh, kut. Wat is dat? Oh, is dat een kleurtje of zo? En we... Oh! Leather Horse. Oh, maar kijk, dat is best wat chill. En dat geeft ook mega veel XP. Dus we kunnen hem easy max level krijgen nu. En dit vind ik oprecht ook leuk om erbij te hebben. Want dat kan ik gewoon standaard op paarden gooien. Want zoveel Golden Horse Armor en Diamond Horse Armor hebben we helemaal niet. En wat krijgt hij erbij? Hij krijgt... Oh, een saddle! Dude! En kijk hoe cheap hij is. Hij is echt super cheap, joh. Dit is oprecht, joh. Dit wist ik ook niet. En deze cap, dat is helemaal chill, joh. Kijk wat, hoe vet dat is, een cap. Nee, totaal niet. Maar we kopen wel even wat saddles van hem. Dat lijkt me wel even chill. Poink. Heel inventory vol. Dankjewel, pik.